Hoe deblokkeer ik mijn afvoerpomp? Als uw afvoerpomp geblokkeerd is, kan afvalwater niet uit het apparaat gepompt worden. Verwijder de onderste servieskorf, verplaats de sproeiarm en verwijder het filtersysteem om bij de afvoerpomp te komen. Draai voorzichtig de filtercilinder en til het systeem eruit. U kunt beschermende handschoenen gebruiken bij het verwijderen van water uit de afvoerpomp. Zuig het water op met behulp van een spons en knijp het er geleidelijk uit. Het is belangrijk om beschermende handschoenen te dragen wanneer u uw vingers in de afvoerpomp doet, omdat hier glasscherven in kunnen zitten. Wip met een lepel de pompafdekking eraf. Pak de pompafdekking bij de beugel vast en til het omhoog tot deze niet verder kan. Trek dan naar voren. Bekijk uw handleiding voor volledige uitleg. Check de afvoerpomp en verwijder overblijfselen. Zorg ervoor dat het waterwiel vrij kan draaien. Kijk nog steeds uit voor scherpe voorwerpen. Schuif de afvoerpomp terug tot u een klik hoort. De pompafdekking van sommige modellen kunt u verwijderen met een gewone schroevendraaier. Gebruik nooit een elektrische, overblijfselen verwijdert u op dezelfde manier. Zet daarna het filter weer op de juiste plaats en zorg ervoor dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan. Zet de servicekorf terug en uw vaatwasser is klaar voor gebruik. Bekijk en volg deze stappen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding. Voor meer informatie over onze reinigings- en onderhoudsproducten of om een reparatieafspraak te maken, gaat u naar de Bosch Huishoudapparaten website.